Hallo allemaal. In de afgelopen week zijn er een mooi stel kalveren geboren hier op de boerderij. Daar laat ik zo wat van zien. In de 10 weken daaraan voorafgaand zijn er helemaal geen kalveren geboren. En dat gebeurt eigenlijk nooit dat zo'n lange tijd op de boerderij geen kalveren worden geboren. Maar dit had een oorzaak. En wel de hittegolf van vorig jaar, 2019. Toen was het eind juli zo heet, rond de 40 graden. En toen werden de koeien niet drachtig. In eerste instantie werden ze niet tochtig. Dus dan werden ze niet geïnsemineerd. En dus niet drachtig. En daarna, de eerste die een aantal weken later wel geïnsemineerd waren, die kwamen na 3 weken terug. Werden opnieuw tochtig, moesten opnieuw geïnsemineerd worden. En dan krijg je zo opeens een groep koeien die vlak achter elkaar gaat afkalveren. En dat was dus in de afgelopen weken het geval. En nu heb ik zo in een aantal weken dat er een stel kalveren geboren worden. Een deel ervan heeft inmiddels gekalfd. En een ander deel dat kalft nog de komende weken af. En dan in augustus dan is er opnieuw een geboortestop. Dan verwacht ik hier ook geen kalveren op de boerderij. En dat is een bewuste keuze. In de zomermaand dan doe ik altijd 1 maand. En dat hoeft niet per se de maand augustus te zijn. Het kan ook een keer zijn van half juli tot half augustus. Maar dan plan ik geen koekalverij in. Zodat ik zelf ook een beetje vakantie heb. Eens een keer een dagje uit kan gaan met familie, met vrienden. En dat ik ook makkelijk wat kan afspreken. En niet steeds hoef te zeggen, ja, ik kan overmorgen misschien wel mee naar de dierentuin of een dagje fietsen. Maar het kan zijn dat er een koe moet kalven. Dus ik weet het nog niet zeker. Ja, wanneer weet je dat dan zeker? Ja, 's morgens vroeg pas. Dat is altijd een beetje lastig. En daarom vind ik het fijn om gewoon in de zomer een aantal weken geen koekkalverij te hebben. En dan schuift dat een aantal weken op. Dat geeft verder niks. De koeien worden daarna doorgaans eigenlijk allemaal drachtig. En dan krijg je daar op een gegeven moment ook een natuurlijk verloop in. Zodat er eigenlijk ook in de zomer later niet weer koeien zijn die dan juist moeten kalven, omdat ze vaak pas na een jaar weer afkalven. Maar dan gaan we nu kijken naar de kalveren die inmiddels geboren zijn. En alle kalveren zijn buiten geboren. Allemaal spontaan, zonder hulp. En dat is het allermooiste. Dat vind ik het mooiste van de koeien buiten in de wei. Koeien kalveren veel makkelijker af, ze voelen zich veel relaxer en dan hoef ik alleen nog af met de trekker met een bak erachter. Of een keer met de kruiwagen het land in. Kalfje ophalen. En dan is dat allemaal weer mooi verlopen. Nou, we gaan snel kijken. Hier zien we het eerste kalfje dat geboren is. Het staat al mooi op de benen. Het ziet er goed uit. Daar komt mijn zoon aan met de trekker. De balendrager erachter. Daarop een witte bak. Daar gaat het kalfje in. En zo rijden we het straks naar de stal. Mijn zoon die rijdt met de trekker naar voren en ik zorg ervoor dat de koe met een andere koe meteen ook richting de stal gaat. En daar melk ik de koe eerst in de ketel, zodat het kalfje melk heeft. Dat was het eerste kalfje. En je zag dat het kalfje in een klein hokje terecht is gekomen. Een eenlingboksje noemen we dat. En er zijn nogal wat burgers die vinden dat zielig. Dat die kalfjes zo in zo'n hokje gestopt worden, weg bij de moeder. Wel, dan ga ik uitleggen waarom we dat doen. Zo'n klein hokje, dat is helemaal schoon. Vrij van bacteriën. Mooi schoon stro erin. En als zo'n
kalfje bij de moeder blijft lopen en dan in een groot afkalfhok of waar dan ook, daar huizen allerlei bacteriën wat niet goed is voor de gezondheid van zo'n kalfje. En daarbij, stel dat we zo'n kalfje een aantal weken, 1, 2, 3, 4 weken, bij de moeder laten lopen en we halen het dan weg, dan krijg je pas gedoe. Want dan mist de moeder zo'n kalfje. En dan staat hij de hele dag te loeien. En soms wel 2 of 3. En dat is vreselijk en hartverscheurend ook om te zien. En als je kalfje meteen bij de moeder weghaalt, dan heeft de moederkoe het vaak nergens meer over. En sowieso gebeurt het regelmatig dat we een klant zien dat een kalfje net geboren is. En er staan een paar andere koeien om dat kalfje heen. En de moederkoe is gewoon rustig een eind verder gelopen en staat daar gras te vreten. Kijkt helemaal niet naar het kalfje om. Andere koeien die ontfermen zich juist in de wei net na de geboorte wel heel erg over het kalfje. Maar die malen er ook niet om als je het kalfje erbij weghaalt. En zo is dit de meest praktische en ook een hele gezonde oplossing om het kalfje in een hokje te doen. Nou, en daar wordt het kalfje uiteraard goed verzorgd door mij en op andere boerderijen door andere boeren. We weten heus wel wat het beste is voor onze kalfjes. Geloof dat maar. En dan is het tweede kalfje geboren. Dit keer rijdt mijn dochter met de trekker het land in. Ook dit kalfje staat al bij de moeder. Weer een gezond kalfje. Fijn dat het allemaal goed gegaan is. Andere koeien ontfermen zich hier over het kalfje. Ook dit kalfje in de witte bak. Mee richting de stal. En als we dan met zo'n kalfje het erf oprijden, dan zijn de honden helemaal door de dolle heen. Die springen het liefst de witte bak in bij het kalfje in. Maar dat mag natuurlijk niet. Elke avond, net vlak voordat het donker wordt, loop ik even het land in en kijk ik bij de koeien daar op de achtergrond de melkkoeien. En hier voor me de pinken met droge koeien die binnenkort moeten kalven. Hier had ik nog een stukje hooi afleggen. Dat is inmiddels ook allemaal al in de baal. En dan het derde kalfje. Ook die liep in de wei. Dit keer vlak achter de stal, dus deze ging in de kruiwagen mee richting de stal. En hier het zesde kalfje. Nummer 4 en 5 zijn niet gefilmd. Nummer 4 is in de nacht geboren. Ja, toen was alles donker. Nummer 5, toen was ik druk bezig op het land. Daar heb ik geen moment gedacht aan filmen. En dit kalfje dat loopt mooi zo achter me aan mee naar de stal. Ik had geen kruiwagen nodig. Ideaal. Elke koe melken we 3 dagen lang in de ketel en dan is die melk voor het kalfje. Nou moeten jullie goed opletten. Weer een koe aan het kalven. De koe lag net. Ik was aan het bloot in het land ernaast en ik hield de koe in de gaten. En opeens gaat de koe staan en de kalf hangt zo uit de koe. Dus ik snel de sloot over en er naartoe en ik pak dat kalf aan een poot en loop, daar is het. En de koe ontfermt zich er meteen over. Dit kalfje heeft in het vruchtwater gepoept, daarom is het zo vies. Maar de koe heeft hem prachtig schoongelet. En weer een gezond kalfje, een mooi stierkalf. En nog een keer goed opletten, want hier is iets gebeurd. Kalfje in de sloot. Ik hield deze koe al een paar uur in de gaten.
Ik zag dat hij wou kalveren en opeens denk ik, hey, het lijkt wel dat er een kalf geboren is, maar ik zie het kalf niet. Dus ik het land in en daar lag hij in de sloot. Nou, gauw dat kalf uit de sloot op de kant getrokken. En de kalf is ook gezond. En een kalf wat gezond in de sloot terechtkomt, dat komt meestal zelf in de benen. De beelden waren even niet zo ideaal, want een kalfje redden en een telefoon vasthouden en ondertussen even van me af moeten leggen, ging niet helemaal goed. Maar hier filmen we dat kalfje weer op de kant legt. En ook dit kalfje kwam meteen weer in de benen en is ook zo met me mee gelopen richting de stal. De moeder ging ook mee, want die moest ik in de stal even uitmelken zodat het kalfje melk zou krijgen. En het kalfje trok zich niks van de stroomdraad aan, maar gelukkig had ik de stroom eraf gedaan. Hier probeert het kalfje bij de moeder te drinken, maar de moeder moet er eerlijk gezegd nog niet zo heel veel van weten. Kijk maar, loopt weg. Een kalfje is zo verder met me meegelopen richting het hokje, hoefde niet één keer op te beuren. Nou, dus het hekje nog even erin hangen en dan doen we het hokje dicht en ook dit kalfje is weer op de plek.